Om 7:45 is er Het Waanland over Kaatje die zo graag wil dansen en een vriendschap die verloren gaat. In de derde aflevering van Gekleurd Verleden nu Het Zwarte Goud. Over hoe men in Suriname aan tropische landbouw probeert te verdienen en Afrikaanse zwarten als slaven het werk doen. De geschiedenis van iedere kolonie is de geschiedenis van veel geweld. Soldaten maken er de muziek waarop de burgers moeten dansen. De macht van bovenaf opgelegd houdt een koloniale samenleving bij elkaar. Zo ging het ook de eeuwen door in Suriname. Met kanonnen veroverden blanken het land op de oudste bewoners, op de Indianen. Daarna brachten de kolonisten met de kracht van wapens of geld andere mensen naar Suriname. Al heel vroeg zwarte slaven. Daarna, in de 19e eeuw, Chinezen, Hindoestanen of weer later de Javanen. Dit is het verhaal van mensen door geld, wapens of geweld bij elkaar gebracht in deze uithoek van Zuid-Amerika. De Hollanders heersen vanaf 1667 over Suriname, waar ook Indianen, negerslaven, Portugese Joden en Franse protestanten wonen. Die blanke elite is vooral planter, want plantagelandbouw, daar gaat het in Suriname om. De allervroegste plantages in de West stellen nog niet veel voor. Ze zijn klein, simpel en sober. De grond is drooggelegd, is gemaakt, net als de polders in het moederland Holland. Ik geloof dat de kolonies in West-Indië uniek zijn. Ze zijn namelijk geheel man-made. De flora, de fauna, de mensen die hierop woonden zijn allemaal door de kolonisator, de West-Europeanen, vernietigd. En we hebben geheel in eigen beheer daar alles aangebracht dat we nodig hadden. Het geld en het management kwam uit Europa, de slaven uit Afrika, de suikerplant uit de Middellandse Zee en de koffie. En daar hebben we de plantages mee gemaakt. In de kolonies in de rest van de wereld hebben we op zijn hoogst wat handel gedreven met de mensen die daar waren en de producten gekocht die daar gemaakt werden. Wat was er nodig om een plantage te beginnen? Dit is een berekening uit het begin van de 18e eeuw. De prijs van slaven, vee, huizen en gereedschap komt alles bij elkaar op 23.000 gulden. Wat bracht zo'n hoge investering nu op? Een gemiddelde suikerplantage of een gemiddelde koffieplantage maakte op jaarbasis ongeveer 5-6% winst. 10% was ook mogelijk. En dat was aanmerkelijk meer dan de opbrengsten, de winsten die op ondernemingen in Europa werd gemaakt. Daar moet u denken aan 2-3% op investeringen. Dus het was zeer aantrekkelijk voor Europese beleggers om geld in West-Indische plantages te steken. Dit is het portret van zo'n Hollandse belegger. Bij zijn ontbijt al kan hij zelf de lekkernijen proeven waarmee hij zoveel winst hoopt te maken. Die koloniale waren zijn geen lekkernijen, alleen maar voor de allerrijkste. Tienduizenden koffiehuizen lokken met hun pittige geur ook de gewone man naar binnen. Koffiehuizen raken razend populair. In één stukje Kalverstraat zijn er rond 1750 al liefst 39. Want de 18e eeuw is nog een tijd zonder haast. Kranten zijn schaars, het laatste nieuws is altijd weken oud. Woon- en werkverkeer, het bestaat niet. Een goed gesprek vindt men belangrijk. Daarvoor ontmoet men elkaar in dat koffiehuis of café. De Franse naam voor de nieuwe drank. Een geurige pijp tabak.
een beker suikerzoete chocolademelk en vooral koffie. De prijs van koffie, cacao, suiker, tabak moet laag zijn. Dan kan men er veel van verkopen. En die prijs is laag, omdat in West-Indië alle arbeid wordt verricht door onbetaalde arbeiders, slaven. Reken maar na. Rond 1700 verdient een Hollandse arbeider 300 gulden per jaar. Aan onderhoud en afschrijving kost een slaaf nog geen 100. Nu is slavenhouden een nieuwigheid voor Hollandse ondernemers. Leerden ze dat snel, slavenhouden? Het is duidelijk dat die blanke meesters, die voor een groot gedeelte uit de Nederlandse en Europese bovenklasse kwamen, natuurlijk ook een adaptatieproces ondergingen. Ze hadden natuurlijk de traditie van het houden van knechten en meiden. En er was natuurlijk een volksklasse in Nederland waar tegenover ze eenzelfde afstand hadden als tegenover die slaven. Dus ze waren als het ware al gepreconditioneerd om met mensen om te gaan die in een serviele positie waren. Maar dit is dan een hele specifieke serviele positie. En in het christendom, hoe gek dat ook klinkt, was de slavernij geaccepteerd. Het was geaccepteerd. Er is zelfs een bepaalde passage in de Bijbel dat een slaaf weggelopen is, Onesimus, en dat hij door Paulus naar zijn baas teruggestuurd wordt, omdat het nu eenmaal zo is dat de mens in het leven een bepaalde plaats is toegewezen. Maar toch is die vraag of hoe ze dat gerechtvaardigd hebben op zijn plaats, omdat het christendom natuurlijk van ouds ook menselijkheid gepredikt heeft. Hoe rem je dat? Wel, daar hadden ze een antwoord op, want met name het protestantisme in die gebieden is er altijd tegen geweest om de slaaf te dopen. En ze rechtvaardigden dat op grond van wat ze noemden de andere natuur van die Afrikaan, die ze dan ook nog een kinderlijke mentaliteit toedichten, ook nog een, ik zou willen bijna zeggen, een lustmentaliteit, waarbij hij alleen maar zijn, wat men dan zou noemen, zijn natuurlijke driften volgde, waartegenover ze aan de andere kant de arbeidsdiscipline stelde van christenen. Nu veroveren de christelijke Hollanders rond 1630 Brazilië en raken daar met de slavenhandel vertrouwd. Dit is de slavenmarkt van Recife, toen een havenstad in Hollandse handen met vers aangevoerde handelswaar. In die tijd ook wappert op de kust van Afrika fier het Hollands rood, wit, blauw, boven slavendepots. Die depots liggen daar met toestemming van de plaatselijke zwarte koningen die de slaven aan de Europeanen leveren. Blanken koloniseren hier dus niet. Ze drijven alleen handel. Ook en vooral mensenhandel. Het was een land met een intern slavernijsysteem. Toen de Nederlanders en ook de andere West-Europeanen, de Portugezen bijvoorbeeld, op de kust kwamen, werd hen als onderdeel van het ruilpakket slaven, werden hen slaven aangeboden. En het was eigenlijk het enige continent waar dit mogelijk was. Het was lastig om Afrika binnen te dringen, om daar plantages aan te leggen. Dat was niet mogelijk. Maar het was wel mogelijk om daar met behulp van Europese ruilgoederen slaven te krijgen in de hoeveelheden die men in West-Indië nodig had. Er zijn steeds meer slaven nodig. Dus stoken de Europese handelaren de diverse negerstammen tegen elkaar op tot oorlog. De krijgsgevangenen uit die oorlogen kopen ze dan van de winnaars op. Op de kust van Ghana
staan nog steeds boven een poort de beginletters van onze geoctrooieerde West-Indische Compagnie. De enige Hollandse onderneming die daar in slaven mocht handelen. En nog is er vaag menige Hollandse naam te lezen. Grote, sombere gebouwen zijn die handelsforten, die slavendepots. Mensenpakhuizen aan de rand van de oceaan. Van daaruit zijn naar schatting zo'n 14 miljoen negers verscheept. Altijd paraat voor de strijd tegen de plaatselijke koning of tegen de hebzucht van blanke concurrenten uit Europa. Toch blijft er ook dat innerlijke gevecht. Mag een christenmens een ander mens als vee verhandelen? Het geweten van de christelijke koopman speelt op, omdat hij voelt dat die handel ergens niet deugt. Gelukkig zijn er ook zwarten op te leiden tot het soortje dominee dat aan de hand van de Bijbel bewijst dat de slavenhandel mag. Omdat het gebruik der slaven in het Oude Testament is toegelaten en omdat het Nieuwe Testament het niet verbiedt. En het belangrijkste argument? Als God het niet had gewild, had hij ons er niet zoveel winst mee laten maken. Wat is de prijs van een mens? 1 vat brood, 1 vat vlees, 1 vat erwten, 7 vaatjes kruid, 12 kommen. Totale waarde 24 gulden voor een man. Een jongen 13 gulden, een vrouw 22. Zo worden ze gestouwd. De uit hun stam, dorp, gezin weggerukte boeren, handwerkers en vissers. Als vee verscheept naar het verre Amerika. Met 300, 400, 500 beneden deks, zonder bewegingsruimte, zonder toiletten, zonder frisse lucht. Op 1 april 1733 bijvoorbeeld vertrekt een Zeeuwse slavenhaler uit Cabinda naar Amerika met 318 slaven. Tijdens de overtocht sterven 50 mensen, dik 1 op 6, voor die tijd een normaal percentage. Toch doen de slavenkapiteins zeer hun best zoveel mogelijk gezonde slaven af te leveren, want voor fitte waar krijgen ze premies. Mensen die zo dicht opeengepakt zitten, steken elkaar gemakkelijk aan. Als er één ziek is, breekt een epidemie uit. Hele lijsten ziekten waartegen de toenmalige medische wetenschap geen middelen had, staan in scheepsjournalen opgesomd. Een bijzonder gevreesde doodsoorzaak was de loop of dysenterie, die men probeert te bestrijden met stijfselwater. Of gekookt met gort, te mengen en te koken en daarna te laten eten. Ook in het drinkwater te mengen en daarna te laten drinken. Ook scheepsjournalen van rampreizen zijn bewaard gebleven. Op één zo'n reis zijn er bijvoorbeeld overleden 131, verkocht 145. Dat betekent dus bijna de helft is overleden. Gewoonlijk is trouwens de sterfte onder de bemanning van de slavenschepen even hoog als onder de lading. En een opstand van de slaven aan boord betekent onvermijdelijk een slachting. Voor de mond van de rivier gearriveerd, kapitein Job Gerritsen, voerende het schip Middelburgs Welvaren vanuit Guinea met bestemming Berbice. Hij heeft het ongeluk gehad toen hij met zijn schip 2 à 3 dagen van de Afrikaanse kust was, dat de slaven een opstand zijn begonnen en het scheepsvolk aan te vallen. Derhalve zijn zij genoodzaakt geweest op de slaven te schieten. Het verzet van de slaven is zo hevig en langdurig geweest dat van de ruim 260 er maar 30 stuk zijn overgebleven. Toch had hij het geluk geen één van zijn scheepsvolk te verliezen. Muiterijen aan boord zijn uitzondering. De meeste doden vallen door ziekte of zelfmoord. En het is druk op de reede van Paramaribo. De slavenschepen liggen er te wachten om hun lading te lossen.
De slavenhalers, die los zijn, stuwen nu hun ruimen vol met de retourlading koffie, suiker, katoen en hardhout. En eerst moeten de scheepskapitein en de scheepsarts zweren dat aan boord geen besmettelijke ziekte heersen. Daarvoor is men in de kolonie als de dood. Daarna pas mag de waar in de stad worden verkocht. Geen verkoop zonder reclame. Dit is de rekening van een herbergier die met tromgeroffel de aandacht op de komende veiling heeft gevestigd. En dan drijven de matrozen de koopwaar, opgepoetst met olie en opgesierd met kralen, naar de veiling. Dit is een lijst van kopers, plantage-eigenaren, die hele pakketten slaven tegelijk bestellen. Maar ook een bonte rij particulieren, onder wie vrijgelaten negers die, als vrije mensen, toch ook weer slaven houden. Bij deze veiling brengen 145 koppen samen 60.375 gulden op, 416 gulden het stuk. Rond 1730 telt Suriname enige honderden plantages. En altijd ligt zo'n plantage aan een rivier. Per roeiboot haalt of brengt men alle producten naar de hoofdstad Paramaribo. Kaarsrechte sloten met sluisjes, vierkante vakken bananenbomen, koffiestruiken, katoenbedden, suikervelden. Met aan de horizon altijd het oerwoud. Daar eindigt het rijk van de planter. De slaven verwerken op de plantage de oogst in de grote bedrijfsgebouwen. De planter en zijn vrouw genieten langs de rivier van het goede leven. In de 17e eeuw schreef Van Berkel over het plantageleven: men voert er een prinsenleven voor zover het de spijs en drank betreft. Maar wie gezellig van aard is en gaarne met mensen omgaat, heeft daar niet veel te zoeken. Voor de gezelligheid gaan de planter en zijn vrouw dan ook op bezoek bij buren of naar Paramaribo. De kinderen van de planter doden hun tijd met schieten op de schijf, oefening voor de jacht of de strafexpeditie tegen gevluchte slaven. Opzichters, men noemt ze blank officieren, houden toezicht op het vuile werk. Ongemakkelijke heren, vaak Duitse ex-soldaten of matrozen. Een groepje Indianen, zogenaamde rode slaven, zorgt door te jagen voor de vleesvoorziening van de plantage. Rechts een huisslaaf. Ze staan het dichtst bij de blanken en doen het lichtste werk. Vaak door de pietluttige mevrouwen op de vingers gekeken. Slaven die kunnen timmeren, smeden, metselen, vaten maken, die zijn het meeste geld waard. Per kop wel 800 gulden. Het gros van de mannelijke en vrouwelijke slaven zwoegt buiten op het veld. Ze werken van zonsop tot zonsondergang met 2 uur rust. Ook onder de slaven heersen scherpe rangen en standen. De creool, dat is de op de plantage geboren slaaf, speelt de baas over de pas aangekomene, de zoutwaterneger. En door het opjagen van de slaven in de oogsttijd gebeuren op suikerplantages, bij het suikerkoken, gruwelijke ongelukken. Van Berkel beschrijft er zo een. De lichamen vertoonden zich over het geheel als gevild. En de gaten door de kokende suiker daarin gebrand waren zo menigvuldig dat men geen vlakke hand op een hele plaats kon zetten. De chirurgijn verbond ze geheel en al, om zo te zeggen, met pleisters. Een derde verband was niet nodig, want ze stierven al na het tweede, in de uiterste ellende. Eén ging zo tekeer dat men hem aan handen en voeten moest binden, want hij scheurde en brak alles waar hij bij kon aan stukken. Op de plantage scheen men zich er ondertussen niet veel van aan te trekken. Men at en dronk en was er vrolijk.
Want omdat de negers naar het scheen toch moesten sterven, bekommerde men er zich niet om of dat met veel of weinig pijn gebeurde. Wie zwaar werk en ongelukken overleeft, is al jong versleten. Trekken de bazen zich nu helemaal niets van die grote sterfte aan? Nederlanders waren, dacht ik, nooit erg geïnteresseerd in het verlagen van de sterfte onder de slaven. Omdat zij bij uitsluitend geïnteresseerd waren in een slavenmacht die groot genoeg was om de productie van suiker op te voeren en zelfs uit te breiden. Nou, daarmee stonden ze voor een keuze. Ze konden proberen de sterfte onder de slavenbevolking te verlagen en daardoor de slavenmacht te doen te groeien op basis van eigen kracht, zou je kunnen zeggen. Een sterke natuurlijke accre, meer geboorten dan sterfte. De tweede mogelijkheid was dat zij domweg de overleden slaven vervingen door slaven die ze uit Afrika haalden. Nou, de planters hebben gekozen voor de tweede oplossing. En de overweging die zij aanvoerden daarvoor, die overweging was heel erg duidelijk. Ze waren namelijk van mening dat de kosten voor het op jaarbasis invoeren van slaven uit Afrika, dat die kosten veel lager waren dan de kosten die ze moesten besteden aan verbetering van de medische behandeling en de voedselsituatie. Dat zou kunnen leiden tot een daling van de sterfte en een sterke natuurlijke groei van de bevolking. Ondanks of juist dankzij hun hondenleven ontstaat er onder de slaven een zekere saamhorigheid. Ze vormen een gemeenschap met eigen, soms uit Afrika meegenomen gebruiken. Ze vieren hun eigen godsdienstige feesten zoals dit en kennen eigen geheime krachten, de Winti. Vaak ook voelen de slaven zich aan de plantagegrond gebonden, omdat hun voorouders er begraven liggen of hun eigen navelstreng. Er ontstaat een eigen zwarte plantagecultuur, een eigen wereld waarop Europeanen geen vat hebben. In het Suriname van nu kun je nog steeds veel elementen van die cultuur terugvinden. Ze vonden toch, geloof ik, bij elkaar een zekere kracht. En dat merk je ook, dat ze toch nooit slaafs alle bevelen opvolgden. Denk maar aan het feit dat men iedere keer weer het verbod moest publiceren om hun religieuze dansen te houden en hun godsdienstoefeningen uit te oefenen. Het is niet zo wat men denkt dat daar een concentratiekamp situatie was. Een aantal van die plantages, daar werd die slaaf mishandeld en bijzonder slecht behandeld, maar op de doorsneeplantage was er toch voor die slaaf met alle nadelen en alle slechte omstandigheden die aan zijn slavenconditie verbonden waren, was er nog wel te leven. Daarom kwam hij niet in opstand of pleegde hij niet zelfmoord, of daarom liep hij niet weg in de eerste plaats naar die bossen. Er moet dus een situatie van evenwicht bestaan hebben waarin het leven nog acceptabel voor hem was, tenminste op veel plantages. En de mentaliteit die dus bij die slaaf ontstond was helemaal niet van een volstrekt willoos werktuig, maar van iemand die zich in een uitzonderlijke situatie had geadapteerd. Niet iedere slaaf wil zich aanpassen. Achter elke plantage staat het oerbos, somber en ongastvrij. Toch verkiezen voor al de zoutwaternegers de pas aangekomenen het oerbos boven het leven als slaaf. Wel 1 op elke 10 slaven verkiest de vage vrijheid van het bos boven de zekerheid van die plantages. Daarom staan er op elke plantage de huisjes van de wacht die de slaven moeten beletten te vluchten. Hele Creole dorpen ontstaan er in het oerbos. Hele dorpen van ontvluchte slaven. Swampen en moerassen
moeten bescherming bieden rondom tegen blanke achtervolgers. De mensen die deze dorpen bewonen in de 17e en 18e eeuw vormen eigen nieuwe stammen. De Djuka's, de Saramakaners, de Paramakaners, Bosnegers, genoemd naar de rivier waaraan ze wonen. Deze nieuwe stammen vormen een wonderlijke nieuwe eenheid, opgebouwd als ze zijn uit leden van de meest verschillende oude stammen uit het moederland Afrika. Hoe ontstaat zo'n Bosnegerdorp? Lopen hele plantages tegelijk leeg of verdwijnt druppelsgewijs slaaf na slaaf? Hoe ging dat weglopen in zijn werk? Op allerlei manieren. In Suriname heb je eigenlijk nooit hele grote slavenopstanden gehad, zoals bijvoorbeeld in Berbice. Er zijn altijd kleine groepen geweest, 1 of 2 plantages. Als het groepen waren, dan vielen ze dus de plantages aan. De hoofdgebouwen werden in brand gestoken, de eigenaars werden vermoord. En dan liepen ze zo met 20, 30 à 100 mensen weg. Maar er waren ook kleine groepjes. En die bleven dan soms een tijdje om die plantages heen zitten, om te adapteren en werden dan ook door de slaven voorzien van voedsel, vaak. En dan, hoe meer de wegen naar het binnenland bekend werden, hoe meer groepen zich daar hadden geformeerd, hoe makkelijker het was om daar dan ook naartoe te gaan. Die hadden dan ook al kostgronden en een zekere organisatie. Er was dus een soort van contact tussen weglopers en mensen die in het plantage bleven nog? Meestal wel, ja. Ook de Bosnegers die al echt hun organisatie in het bos hadden, kwamen geregeld naar die plantages toe en hadden contacten, soms via aanvallen gewoon. Dan roofden ze slaven en liefst vrouwen, want die hadden ze tekort, en wapens. Maar toch ook wel om eten te krijgen en allerlei dingen die ze nodig hadden, potten en pannen. Dus ze konden niet echt zelf rondkomen in het bos? Ik bedoel, ze hadden nog... Grotendeels wel, maar bijvoorbeeld, wat ik zeg, potten en pannen, daar hadden ze behoefte aan, en vrouwen. Die vrije Bosnegers of Marons hebben hun eigen dorpen, hun eigen wapens, hun eigen vrouwen. Dus zijn ze een lichtend voorbeeld voor de geknechte slaven op de plantages. En dus zijn de blanke planters bang dat als er niet streng tegen die Marons wordt opgetreden, alle plantages onherroepelijk leeg zullen lopen. De planters willen dus oorlog tegen die vrije Marons. De vierde